Bij de brandweer in Schaik is stuivertje gewisseld. Postcommandant Jan Poels is vervangen door Rick Zwaans. De vertrekkende man liet zijn licht schijnen over het verleden en de komende man vertelde over zijn intenties voor de toekomst. Achter mij zijn veel vlammen te zien, maar dat wil niet zeggen dat er hier brand is, want ik zit hier in de brandweerkazerne van Schaik. Er zitten twee heren naast mij, de ene persoon die gaat weg en de andere die komt. Om te beginnen, begin ik met Jan Poels. Jij gaat weg. Na hoeveel jaar? Ik ben 22 jaar vrijwilliger geweest hier in Schaik. Ja. Je gaat weg als wat? Ik stop met de functie postcommandant en vrijwilliger in Schaik. Ja. Ik doe nog een aantal dingen meer bij de brandweer, maar die blijf ik nog steeds gewoon doen. Ja. Ja. Rick Zwaans, je zit naast mij. Je wordt de opvolger van Jan. Ja. Zo jong en dan al deze post? Ja, klopt. Ik ben zelf wel al 10 jaar vrijwilliger hier. Vol met ambitie, heel veel passie voor de brandweer. Toen Jan aangaf dat hij... Hoe kun je passie voor vlammen hebben? Nou ja, ik denk dat iedere brandweerman vuur een heel mooi verschijnsel vindt. Met z'n allen uiteindelijk bij een brand uitkomen en daar proberen te redden wat het redden valt. Mensen helpen. Ja, dat is toch wel een passie die je hebt voor het vak en voor het brandweerman zijn. Een brandweerman uitoefenen. Dus die passie die ik daarvoor heb... die heb ik al 10 jaar en toen Jan zei dat hij ging stoppen, toen dacht ik, nou ja, om deze club te leiden en met z'n allen ervoor gaan. En dat was iets wat ik heel graag wilde. Jan, 10 jaar lang, is het ook jouw passie geweest? Ja, en is het nog steeds. Ja, ik ben hier toen begonnen na mijn opleidingen als ploegchef van de groep Schaik, toen het nog gemeentelijke brandweer was. En toen de brandweren allemaal uit de gemeente zijn ontvlochten. Toen kwam de functie van postcommandant Schaik vrij hier. Heb ik toen op gesolliciteerd en daar heb ik nu 8 jaar gedaan. Ja. Ja. En waarom stop je nu? Ik word de jaar 55. Dat was de leeftijd dat je vroeger moest stoppen bij de brandweer. Nou mag je doorgaan, zolang je fit bent en gezond. Ik doe nog een aantal dingen meer bij de brandweer, waaronder instructeur en officier van dienst. Die dingen blijf ik wel doen en dat hoop ik nog een aantal jaren te kunnen doen. Ik heb gewoon eigenlijk een afweging gemaakt van hoe kan ik nog een aantal jaren die dingen allemaal doen die ik voor de brandweer doe. En ja, er is dan uitgekomen dat ik 1 ding ga laten vallen. Ik werk bij een adviesbureautje waar wij brandveilig advies geven aan... Vanuit naar de overheid toe. Dus ik zit al in het dagelijks leven zit ik al heel erg in het brandweer, brandveiligheidswereldje. Mm-hmm. Waarbij deze hobby van mij, professionele hobby van mij, een hele mooie aanvulling is. Rick, vrijwillige brandweer is het hier. Nou is dat de laatste tijd een heel actueel onderwerp, omdat het zo moeilijk is of moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Ja. Hoe is dat in Schaik? Ja, dat is ook wel een probleem in Schaik. Op dit moment hebben we wel het meeste aantal leden dat we ooit hebben gehad in Schaik. Alleen als je kijkt naar het verloop, denk over een jaar of 3, 4, zijn er qua leeftijd een hoop man die stopt. En dan zitten wij dadelijk ook met het probleem dat als overdag de pieper gaat, we de wagen niet meer kunnen vullen. In de tijd dat jij erbij bent, 22 jaar zei je, heel ander materieel ondertussen? Ja, het materiaal is eigenlijk steeds beter geworden. We zijn ook in staat, omdat in Brabant-Noord nu 1 organisatie is, goedkoper bijvoorbeeld auto's te bestellen. Dat gebeurt in grotere aantallen. Het materiaal is beter geworden, veiliger geworden. Er wordt beter mee geoefend. Ik denk dat de mensen die nu aan hun opleiding bezig zijn, dat die beter beslagen ten ijs komen als wij voor 20 jaar geleden. Maar ja, goed, alles in het licht van de tijd. En we moeten natuurlijk ook continu bijscholen. Auto's veranderen met hulpverleningen. Wij krijgen nu op de HV hier, ja, ik zeg nog steeds wij, maar ik ben eigenlijk weg. Maar de HV hier is Schaik, de hulpverleningsauto, krijgt een tablet. Waarmee meteen actuele informatie kan worden opgevraagd. Bijvoorbeeld, we toetsen een kenteken in en we zien al meteen waar de airbags zitten, waar we rekening moeten houden als we zo'n auto gaan afpellen rondom een slachtoffer als er erin zou zitten. Ja. En al die ontwikkelingen, het wordt gewoon doorontwikkeld allemaal. Ja.
Is er nog onderlinge rivaliteit? Schaik, Zeeland, andere korpsen? Ten tijde van incident zeker niet. Nee, ten tijde van incident weet je van elkaar wat verwacht. Je hebt allemaal dezelfde opleiding gehad, dezelfde training. Dus als je met een incident komt, bij een incident komt en je gaat het samen doen, ja, dat gaat allemaal als een geoliede machine. Maar je hebt ook wedstrijden, brandweerwedstrijden. En daar zie je dat dan strijden 10 ploegen tegen elkaar en die doen hetzelfde incident, lossen ze op. En daar zit wel heel veel rivaliteit in, maar dat is gewoon gezonde rivaliteit. En dan zie je gewoon dat je allebei je best moet doen om zo hoog mogelijk te eindigen. Maar dan s'avonds het prijsuitreiking, dan is het weer allemaal één grote vriendengroep, zeg maar. Hoe neemt men afscheid van een postcommandant? Ja, dan nemen ze in de maling. Ja. En dat is gelukt bij mij. Hoe? Ja, goed, ik was hier op de kazerne en ik had al tegen mijn vrouw gezegd, de laatste oefenavond zullen ze wel iets verzinnen om het niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Maar nou hadden ze een aantal weken vervroegd en ik was met de smoes hier op de kazerne gelokt. En ik zat hier met een jongen die had wat vragen over zijn opleiding. En opeens ging mijn pieper. Dus ja... Dan ga ik naar de auto. Ik had ook helemaal niet in de gaten dat er maar precies genoeg mensen op de kazerne waren, dus maar 6. Dus we stappen in, vragen uitdrukbericht op en er bleek een caravanbrand te zijn op de Maashorst. Meerdere auto's gewaarschuwd, een waterwagen was mee gealarmeerd. Dus ik had ook helemaal niks in de gaten, wij met toeters en bellen richting de Maashorst. Maar er bleek die tweede auto die ze gealarmeerd hadden, die zat vol met mijn familie en vrienden. En die waren al aan blussen, dus dat was wel mooi om te zien. Op die manier hebben ze afscheid genomen, ja. Ik blijf wel betrokken bij de brandweer. Ik ben instructeur bij de brandweer van de bevelvoerdersopleiding. We zijn nu bezig met de hernieuwde kijk op brandbestrijding uit te rollen binnen de regio. Daar hebben we gisteren de aftrap van gehad met een aantal bevelvoerders en een aantal instructeurs. Dus dat werk blijf ik doen. En verder blijf ik ook officier van dienst. Dus daar heb ik 1 keer in de 5 weken piket in de gemeentes Boekel, Landert, Uden of Veghel. Mm-hmm. En een officier van dienst wordt opgeroepen zo gauw als er 2 of meer tankauto's spuiten of auto's van de brandweer worden opgeroepen om de zaak te coördineren. Ja. En jij mag het voortzetten. Ja. Commandant worden, moet je dan ook een officiële procedure doorlopen, sollicitatieprocedure? Ja. Toen Jan aangaf dat hij ging stoppen, heeft de regio een sollicitatieprocedure in gang gezet. Dat betekent dat iedereen die bij de veiligheidsregio bij Brand en Brabant Noord werkt, die mag solliciteren op die functie. Dus je hoeft niet per se uit Schaik te komen. Na de sollicitatieronde, schrijven van een brief, is er een selectiecommissie en een adviescommissie opgesteld. Die kwamen mensen vanuit de regio en mensen vanuit het korps zijn daarin in terechtgekomen. Ja, na de sollicitatieprocedure ben ik naar voren gekomen om het te gaan worden. En sinds 1 mei ben ik ook officieel aangesteld bij Brand in Brabant Noord, mm-hmm. als postcommandant Schaik. Ja. Ik wens je heel veel succes. Ja, dankjewel.